werkboek op pagina 272, les 31, de samengestelde zin. Voor de eerste oefening heb je je bronnenboek nodig op pagina 114. Nu geen paniek, ik ga het verhaal samen met jullie lezen. Er was eens een aardige lange man die heel arm was en nooit veel te besteden had. Hij hield ervan om in de buurt van de singels te wandelen in de vroege ochtendlucht. Het licht in de huizen brandde dan waterig geel en het water in de singels was nog glad en strak. Het zachte geluid van bladeren en steentjes onder zijn schoenen maakte dat hij zich bijna tevreden voelde, alsof hij voor een moment de eigenaar was van het water, de singels en de huizen. Dat hij arm was, stak hem echter, maar veel kon hij daar niet aan veranderen. Op een dag liep de aardige man opnieuw over de singel. Helemaal aan het einde gekomen, daar was de singel een scherpe bocht maakte en in zichzelf terugkeerde, en waar een aantal met mossig groen overdekte oude bomen stonden, hield hij zich stil om zich te bukken en steentjes te rapen. Die wierp hij zo vlak mogelijk over het water, keek ze na tot ze onder water verdwenen en het wateroppervlak weer strak en onaangedaan achterlieten. Hij zoog de kalmte van het water op en zuchtte diep. Wat later nam hij plaats op een houten bankje, een eindje verderop. Dit bankje stond links voor een schitterend wit huis. Een huis met een statige entree, met hoge gebrandschilderde ramen en kleurig geel zijde achter het glas. Een huis met een lieflijke tuin, zo'n tuin die in een zomers Engeland of Frankrijk past, maar hier altijd een beetje een deftige en uitdagende toon aanslaat. Zo'n huis, dacht de man, die maar zo weinig geld te besteden had. In zo'n huis, met zo'n tuin, zou ik eigenlijk moeten wonen. Zo'n huis zou ik kunnen geven wat het nodig heeft. Waarom is dat huis het mijne niet? Bijna werd hij er treurig van en opstandig. Maar hij vermande zich en keek weer naar het water en de bladeren, die goud en geel en rood aan de walkant lagen. Juist op dat moment ging de deur van het schitterende huis open en kwam er een dame met twee grote honden naar buiten. De honden trokken vrolijk aan de lijnen en sleepten de vrouw in hun onstuinigheid achter zich aan. "Poehoe," zei de dame even later. Ze had de honden losgemaakt. Het waren twee grote, uitstekend verzorgde Duitse doggen. Hun korte vachten glansden en hun roze-rode tongen slingerden opgewekt langs hun brede kaken. Ze dansten door de bladerenmassa's heen en zaten elkaar juichend achterna. "Ze zijn sterk hoor," sprak de dame. "Ik houd ze soms bijna niet tegen." Ze hijgde terwijl ze dit zei en ging naast de arme man op het bankje zitten. Je kon zien dat alles aan haar veel geld gekost had. Het leer van haar kleine laarsjes kroon bijna van zachtheid in deze herfstkou en haar lange jas guurde naar bevers. Haar haar was net zo lang gewassen en gespoeld tot het op gouddraad leek. "Ik kom hier altijd met de honden," zei de vrouw. Ze wees naar achteren. "Ik woon hier zo heerlijk dichtbij en zo ben ik niemand met mijn lievelingen tot last." "Ik kom hier ook graag," zei de man. "Ik vind het hier prettig." "Oh, zeker," zei de dame, bijna zuchtend van genot. "Het uitzicht vanuit de serre over de singels is beeldschoon. Het is alleen jammer dat je hier nog zo vaak voorbijgangers ziet. Ik bedoel, mensen die hier niet werkelijk iets te zoeken hebben, die niet in staat zijn van schoonheid te genieten." Ze legde een keurig gemanicuurde hand op een ronde knie die onder haar warme mantel uitkwam. "Kom je hier vaker?" vroeg ze eraan toe, met een volstrekt in toom gehouden glimlach. "Wat is vaak?" antwoordde de arme man. "Misschien zo'n 2 of 3 keer per week. Zoals ik al zei, ik vind het hier prachtig en u woont in een geweldig huis. Erg indrukwekkend, dat wit tussen het groen. Het is een heel duur huis, maar ik heb het er graag voor over. Het was van mijn echtgenoot Zaliger. Oh, je woont er zo heerlijk rustig. Alles wordt gemakkelijk in zijn woning. Woont u mooi? Ik heb een kamer in het centrum. Het is klein, maar ik kan er leven." "Ja, zo'n huis. Het betekent veel in een leven, hoor. Het maakt een hoop ellende goed." De arme man kon zich niet langer beheersen. "U heeft volledig gelijk," riep hij. "Hoe gelijk? Wat ik er niet voor zou over hebben om in zo'n huis als het uwe te wonen. Dat kan ik niet in woorden uitdrukken." Terwijl hij dit zei, sprongen de Deense doggen met een jolig enthousiasme de singel in. Een paar minuten later kropen ze, uitgelaten blaffend, de kant op. Met hun natte neuzen woelden ze de bladermassa's omhoog. Toen, als op afspraak, hielden ze stil en zakten naast elkaar door hun achterpoten om in de natte berm, met een uitdrukking alsof ze aan het bitten waren, 2 enorme hopen poep te draaien. Er zat een afstand van ongeveer 1,5 hond tussen de 2 bolussen die nadampten in de herfstige ochtendlucht.
De dame, die diep weggedoken in haar peperdure bontmantel nadacht over de woorden van de man, kreeg ineens een vreemde glans in haar zilver-blauw gemaquilleerde ogen. Een onbekend, maar niet onprettig tintelen begon in haar tenen en hield op bij haar maag. Mag ik u een voorstel doen? Begon ze. Zag u wat mijn twee lievelingen daarnet deden? Ze sprongen in de singel, antwoordde de man. Het zijn snelle, sportieve dieren. Dat kan iedereen zien. Op de kant, zei de dame, en wees. Daar. Het zijn toch wis en waarachtig geen poppenkeutels. Haar parelmoerkleurige nagel strekte zich vooruit en stuurde zijn blik naar dat wat ze bedoelde. De twee diepbruine glanzende hopen hondenpoep. Als u die twee hopen opeet, krijgt u mijn huis. Het huis van uw dromen. Met de tuin en alles erbij. Het verhaal speelt zich wel degelijk af in de herfst. Want zo lezen we dat het geel-goud-rode bladeren zijn. De bladeren die kraken. Ook wordt er vermeld dat het redelijk koud is. Namelijk de herfstkou. Vergelijk de twee personages uit het verhaal. Wel, als eerste de man is heel aardig. Hij is arm. Hij is redelijk lang en hij woont in een klein kamertje in de stad. De dame, dus de mevrouw, is zeer rijk. Zij woont in een heel mooi en duur huis met een mooie tuin en alles erop en eraan. En ze is heel mooi opgekleed. Ze is gemaquilleerd, ze heeft de nageltjes gedaan, ze heeft een bontjas aan. Het is een welgestelde dame. De zinnen waarvan wij de persoonsvormen moeten onderstrepen bij oefening 2 komen allemaal uit het verhaal. Nu gaan we even moeten terugdenken aan de lessen zinsleer. Wat was een PV of een persoonsvorm ook alweer? Wel, als je de ja- en de nee-vraag stelt, dan komt de PV vooraan te staan. Dus, het licht in de huizen brandde dan watergeel en het water in de singels was nog glad en strak. Brandde het licht in de huizen watergeel? En was het water in de singel nog glad? Dus branden en was zijn hier de PV's. Op een dag liep de aardige man opnieuw over de singel. Liep de aardige man opnieuw over de singel? Liep is de PV. In zo'n huis zou ik eigenlijk moeten wonen. Zou ik in zo'n huis eigenlijk moeten wonen? Zou is de PV. De arme man kon zich niet langer beheersen. Kon de arme man zich niet langer beheersen? Kon is de PV. Die dame, die nadacht over de woorden van de man, kreeg ineens een vreemde glans in haar zilverblauw gemaquilleerde ogen. Kreeg de dame die nadacht ineens een vreemde glans in haar ogen? Dus kreeg is hier de PV, maar ook nadacht. Dus nadacht en kreeg zijn hier beide PV. Bij oefening B gaan we dus even moeten tellen hoeveel PV's of hoeveel persoonsvormen zijn er in elke zin. Wel, we hebben er overal eentje gehad, behalve in de eerste zin hebben we branden en was en in de laatste zin hebben we nadacht en kreeg. En als we dat weten is het volgende deeltje heel gemakkelijk. Wanneer we maar één PV in de zin hebben, dan hebben we een enkelvoudige zin. Maar hebben we twee of zelfs meerdere PV's in een zin, dan hebben we een samengestelde zin. En dit moet je kennen. Bij oefening 3 zien we opnieuw een aantal zinnen die komen uit het verhaaltje. Wij gaan eens kijken of we die zinnen kunnen kappen in 2 of misschien zelfs in 3 zinnen, zonder dat ze grammaticaal fout zijn. Dus de eerste. Juist op dat moment ging de deur van het schitterende huis open en er kwam een dame met 2 grote honden naar buiten. Nu ga ik dus proberen om van die ene zin 2 zinnen te maken, zonder dat het fout wordt. Dus ik ga proberen. Juist op dat moment ging de deur van het schitterende huis open. Punt. Dit is gewoon goed. Er kwam een dame met 2 grote honden naar buiten. Punt. Ook deze zin klopt. Nu gaan wij in deze 2 zinnen het onderwerp zoeken. Het onderwerp van de eerste zin, de deur van het schitterende huis, ging open. Hierdoor weten we dat ging ook de PV is. Hetzelfde bij de tweede zin. Een dame met 2 grote honden kwam naar buiten. Dus de dame met 2 grote honden is het onderwerp en kwam is de PV. We hebben in deze zin dus eigenlijk 2 PV's gehad. Dus dit is een samengestelde zin. Die wordt samengevoegd of samengeplakt eigenlijk letterlijk door het verbindingswoordje en. Ze dansten door de bladermassa's heen en ze zaten elkaar juichend achterna. Ook deze zin kunnen wij er 2 kappen. Ze dansten door de bladermassa's heen. Dansten is de PV en ze is het onderwerp. En ze zaten elkaar juichend achterna. Zaten de PV en ze is het onderwerp. Ook deze 2 zinnen zijn elkaar geplakt door het verbindingswoordje en. Ze hijgde terwijl ze dit zei en ze ging naast de man op het bankje zitten. Ook deze zin ga ik proberen door 2 te splitsen. Dus ze hijgde, punt, kan perfect. En ze ging naast de man op het bankje zitten, kan ook perfect. Maar het deeltje van terwijl ze dit zei, kan ik eigenlijk niet alleen zeggen. Dus hier zit een addertje onder het gras.
Maar hijgde is de PV en ging is ook een PV. Dus we hebben hier twee PV's, een samengestelde zin. Het is klein, maar ik kan er leven. Het is klein klopt, is dus de PV, het is het onderwerp en ik kan er leven. Kan is de PV en ik is het onderwerp. Hier worden deze twee zinnen ook apart verbonden door het verbindingswoordje maar. Hij voelde zich bijna tevreden, alsof hij voor een moment de eigenaar was. Hij voelde zich bijna tevreden, die zin is correct, voelde is de PV en hij is een onderwerp. Maar hij voor een moment de eigenaar was. Dit is geen correct Nederlands, dus dit is ook weer een kleine uitzondering. Maar deze twee zinnen worden weer al aan elkaar geplakt door het woordje alsof. En tot slot, u krijgt mijn huis als u die twee hopen opeet. U krijgt mijn huis, klopt perfect, krijgt dus de PV en u is het onderwerp. Maar u die twee hopen opeet, dit kan niet. Dus dit is ook weer zo'n kleine uitzondering. Deze twee zinnen worden aan elkaar geplakt door het verbindingswoordje als. Dus bij de meeste zinnen kon ik ze gewoon perfect door twee splitsen of door twee kappen en dan had ik twee grammaticaal correcte zinnen. En dit was eigenlijk wanneer het onderwerp en de PV dicht bij elkaar staan. Maar in de zinnen die ik oranje heb gemarkeerd, in de zinnen die niet echt klopten, daar stonden het onderwerp en de PV niet langs elkaar. Dus bij een samengestelde zin, een zin met twee of meer PV's, kunnen wij een onderscheid maken tussen nevengeschikte zinnen en ondergeschikte zinnen. De nevengeschikte zinnen zijn de zinnen waarbij wij bij de vorige oefening geen problemen ondervonden. In een samengestelde zin met nevenschikking voeg je twee of meer gelijkwaardige zinnen bij elkaar. Om de zinnen aan elkaar te lijmen gebruik je ofwel een nevenschikkend voegwoord ofwel een komma. Als je een samengestelde zin met een nevenschikking vragend maakt, krijg je zoveel vragen als er deelzinnen zijn. In elke vraag komt de PV, de persoonsvorm, van voor. Maar onze tweede groep, dat zijn dus de samengestelde zinnen met een onderschikking. Hierbij voegen we ook twee of meer zinnen, maar van verschillende waarden bij elkaar toe. In een samengestelde zin met onderschikking voeg je twee of meer zinnen van verschillende waarden bij elkaar. Om de zinnen aan elkaar te lijmen, gebruik je meestal een onderschikkend voegwoord. Bijvoorbeeld als, dat, omdat of terwijl. De rompzin geeft de belangrijkste informatie. De andere zinnen, de bijzinnen, zijn zinsdelen van die hoofdzin. Een bijzin kun je vaak door één woord vervangen. Als je een samengestelde zin met onderschikking vragend maakt, krijg je slechts één vraag. In deze vraag komt de PV van de rompzin voorop en blijft de zin, de bijzin, onveranderd. Oefening 5, opnieuw een korte herhaling van de zinsleer. We moeten enkel het onderwerp en de PV aanduiden. De dame grabbelde in haar leren tasje en haalde daaruit een sleutelbos. Grabbelde de dame, grabbelde is PV en de dame is onderwerp. Haalde de dame daaruit een sleutelbos en haalde is ook een PV. We hebben hier dus twee PV's, dus het is een samengestelde zin. We gebruiken het verbindingswoordje en, dus het is nevenschikkend, een samengestelde nevenschikking. Geeft u mij die sleutel als ik dat doe? Geeft u PV en onderwerp? Doe ik dat? Doe is PV en ik is onderwerp. Hier gebruiken ze het verbindingswoordje als. Dit is een onderschikking, dus een samengestelde zin met onderschikking. Ik vreet ze allebei op. Vreet ik? Vreet is PV, ik is onderwerp. Hier is maar één PV, dus een enkelvoudige zin. Wat mensen proberen, dacht ze, met de rustige kalmte van de rijken. Proberen mensen, proberen is een PV, dacht ze, ook een PV. Hier hebben wij twee PV's, die zijn ondergeschikt aan elkaar, dus samengesteld onderschikkend. Hoewel haar ongeloof met elke hap toenam, drong de waarheid tot haar door. Nam haar ongeloof toe, dus toenam is een PV, en drong de waarheid door, drong is ook een PV. Hier hebben we ook twee PV's, dus het is al een samengestelde zin. Door het verbindingswoordje hoewel is deze onderschikkend, dus samengesteld onderschikkend. Hij zakte door zijn benen, boog zich diep voorover en stak zijn vingers in een van de hopen. Zakte hij, zakte is PV, boog hij voorover, boog is nog een PV en stak hij zijn vingers, stak is ook een PV. Hier gebruiken ze een komma en het verbindingswoordje en, dus het is een nevenschikking, een samengestelde nevenschikking. Zijn maag, slokdarm en darmstelsel hadden het heft in handen en namen eenzelfde beslissing. Hadden zijn maag, slokdarm en darmletsel, dus hadden is de PV, en namen ze dezelfde beslissing? Namen is ook een PV, we hebben het verbindingswoord en,
dus een samengestelde nevenschikking. Ze at sneller en sneller, totdat ze geen kruimeltje meer over had. At ze? At is een PV. Had ze geen kruimeltje meer over? Had is ook een PV. We hebben hier twee PV's, dus een samengestelde zin, met het verbindingswoord totdat. Dit is een onderschikking. Het was erg stil in dit stadsdeel, maar de man hield de handen tegen zijn oren. Was het stil? Was is een PV. Hield de man? Hield is een PV. Dus ook hier hebben we twee PV's, dus het is een samengestelde zin. Door het verbindingswoordje maar wordt deze nevenschikkend. En waarom heb ik poep gegeten? Heb is de PV. Hier is er maar eentje, dus dit is een enkelvoudige zin. Je gaat nu een kruisje moeten zetten in de juiste kolom bij een enkelvoudige zin, een samengestelde zin met onderschikking of een samengestelde zin met nevenschikking. Oefening 7. Nu is het aan jou. Je gaat zelf het krantenartikel lezen en proberen om het juiste verbindingswoordje of voegwoordje in te vullen op de volgende pagina. Dus zet de video nu op pauze en probeer even zelf na te denken en zelf die oefening in te vullen. En nu hoop ik dat er toch een aantal leerlingen zijn geweest die echt eerlijk de video op pauze hebben geduwd en zelf even de moeite hebben gedaan om die oefening te proberen op te lossen. Die mogen nu een andere kleur pen erbij nemen en de oplossingen bekijken. En dan zijn we aangekomen bij de laatste oefening voor vandaag en dat is oefening nummer 8. Hier zijn allemaal verschillende zinnen door twee geknipt en wij gaan die terug aan elkaar moeten plakken. Daarna gaan we moeten zeggen of die samengestelde zin nu onderschikkend of nevenschikkend is. We zullen van boven beginnen. Op mijn verjaardag eten we spaghetti omdat dat mijn favoriete eten is. Dit is een onderschikking. Ontbijten is erg belangrijk, want het geeft je energie voor de dag. Ook dit is een nevenschikking. Wil je een glas sinaasappelsap of drink je liever water? Dit is nevenschikking. Ik vind spruitjes helemaal niet lekker, tenzij mijn grootmoeder ze klaarmaakt. Dit is een onderschikking. Alle croissants zijn op, maar er zijn wel nog koffiekoeken. Dit is een nevenschikking. Ik fietste vanmorgen naar de bakker en vervolgens ging ik naar de slager. Ook dit is een nevenschikking. Als het alarm afgaat, mag ik de broodjes uit de oven halen. Dit is een onderschikking. Hij steekt de eend in de voorverwarmde oven, zodat die op tijd klaar is. Dit is een onderschikking. Het is heel warm vandaag, dus drink je best veel water. Dit is een nevenschikking. En dat was het alweer voor de les over de enkelvoudige en de samengestelde zin. Denk eraan, een enkelvoudige zin heeft maar één PV, maar zijn er meerdere PV's in een zin, dan hebben we een samengestelde zin. Dan moet je ook nog weten of deze samengestelde zin onderschikkend of nevenschikkend is.